heb gezegd dat mensen nu weer inkomen. Dus we gaan het met jullie doen. Met elkaar. Dus ik wil jullie uitnodigen om hier te gaan staan. In een kring. Oh, we worden vanzelf warm. Ja, ik zie een beetje een mooie kring. Ja, welkom. Leuk dat jullie allemaal meedoen. Ik mag er goed met bij zijn. Voor degenen die net bij Jan Hopmans zijn geweest, ging ook over duurzaamheid. Wat ik zelf ook naar voren bracht is... Het aspect van bezinning en even stilstaan bij wat je eigenlijk drijft in je leven. Dus ik wil dat eigenlijk ook samen doen om even te landen. Ik ben zelf ook wat gestrest, dus dat komt mij ook goed uit. Dus ik wil jullie vragen om even gewoon te ontspannen. En even je ogen dicht te doen. En even lekker diep. In te ademen. Nog een keer. En probeer even echt te voelen. Gewoon kijken wat voel je nu. Ontspannen. En dan wil ik graag vragen om aan één ding te denken, kijken van wat is een passie van je? Waar word je nou echt heel blij van? En probeer ook een situatie voor ogen te nemen waar je dat beleefd hebt of gaat beleven. Neem even de tijd ervoor. Oké, en als je dat voor ogen hebt, mag je je ogen weer openen. Dan wil ik graag een voorstelrondje doen en ik vraag je naam, waar je vandaan komt en wat die passie is. En liefst een beetje kort. En dan mag je ook even aangeven wat dan die situatie is waar je die passie zo beleeft. Ik zal de aftrap doen. Mijn naam is Mees. Ik kom uit Amsterdam. En een passie van mij is saxofoon spelen, vooral op jam sessies. Dat doe ik dan onder andere in Amsterdam, op Leiburg, een strandtent. Ik ben Christer uit Apeldoorn en een van mijn grote passies is sinds mijn put jeu de boule, pétanque. En ik stelde mij voor om het winnende punt via een zogenaamde carro precies op de boel te maken en de tegenstander dus heerlijk naar huis te sturen. Ja, mooi. Dankjewel. Hallo, mijn naam is Paul, ik kom uit Leedam. Ik ben de vader van twee kinderen. Mijn jongste zoon heet Lars en mijn dochter heet Fenne. En mijn passie is ook mijn werk. Ik noem mezelf meerwaardemaker. En wat ik doe is bedrijven, waarde creëren bij bedrijven. En ze mee te nemen vanuit het oude paradigma denken naar het nieuwe paradigma denken. Vanuit het transactioneel denken naar het relatie denken. Dus waarde toe te voegen, vanuit meerwaarde maken. Oké, dankjewel. Oké,
Ik ben beter, ik kom met school. Ik doe het met lekker eten en vooral met sushi. Dus daar. En dat vind ik erg als er een tafel vol mensen zit te knaag. Dus daar kan ik. Oké, dankjewel. Ik ben Petri en ik kom uit. Oh, sorry. Ja, ik heb een paar cameravrouwen. Nou, ik ben Pieter, ik kom uit Almere. En ik vind het leuk om mensen iets uit te leggen, om iets dat ze het meest begrijpen. En daar word ik blij van. Ik ben Petri en ik kom uit Utrecht. En ik ben net terug van een weekje Lissabon en ik merkte daar weer dat mijn passie is echt, dan kom ik altijd weer terug bij waar ik echt, wat mijn voel is buiten de gebaande paden, wat op ontdekking gaan. En dat vertaal ik in mijn werk inderdaad op binnenbedrijven, zeg maar, mensen tot ondernemerschap te stimuleren. Dus buiten de geëikte patronen ook eens te kijken wat kun je nog meer aan waarde toevoegen. Dus daar begeleid ik mensen. Okay. Ik ben Marielle, ik kom uit Amsterdam. Ik heb vele passies. De grootste passie is mensen, omgaan met mensen en eigenlijk alles wat mensen doen, bekijken. Maar momenteel ben ik aan het schrijven en dat is ook een hele grote passie. En ik schrijf nu aan het tweede boek. Het gaat ook over mensen weer, maar dan mensen in organisaties. En mijn volgende project, daar kijk ik enorm naar uit, is met mijn kinderen en hun vriendjes en vriendinnen een kinderboek schrijven. Samen te gaan doen. Waarbij ik de verhalen van de kinderen zeg maar leesbaar ga maken. Ze zijn nog niet allemaal in staat tot goed Nederlands schrijven en zo. Dus dat ga ik dan een beetje regelen. Maar heel veel zin. Okay. Ja. Mijn naam is Anneke, ik kom uit Utrecht. Ik heb ook vrij veel passies, maar een van mijn passies is zingen. En dat doe ik op dit moment eigenlijk alleen nog maar thuis. Maar zelfs dat kan ik enorm van genieten. Ines. Twee. Ines. Ik kom uit een helder, Julianadorp eigenlijk. Een van mijn, ik heb ook weer een aantal passies, ik had zoiets ook in, dat zou ik nu weer eens gezien. Overal kun je zeggen van ja, ik help mensen graag door mijn eigen omheen te breken. En dat is vaak voorbij mijn eigen beperkende overtuiging en vaak op onbewustzijn. Oké. Okay. Ik ben Simone. De passie die ik nu hier wil delen is toch wel educatie. En dan vooral educatie buiten het gebaande paden en buiten het systeem waar het nu is. En het meest kwam dat tot uiting toen ik in april in Polen was. En daar Poolse mensen kon vertellen hoe het onderwijsconcept waar ik zelf mee bezig ben, hoe dat voor mij gewerkt heeft. En om dan zoveel energie en enthousiasme te voelen bij die mensen, daar werd ik gewoon heel erg warm van. Okay. Ik ben Rachel. Mijn passie, ik vind het heel lastig om zo ook iets één te noemen, maar ik zou het graag willen verbinden met elkaar. Musiceren en filosoferen. Dus het liefst wil ik eigenlijk ook met teksten bezig zijn waarin ik iets kan overbrengen in de muziek. Maar ik vind het ook gewoon heel fijn, om bijvoorbeeld gisteravond zat ik op Simone's bed. Wij wonen samen. en eigenlijk had er nog een fles wijn bij moeten zijn en daar lekker op haar bed muziek te maken en gewoon wat in ons opkomt naar buiten te brengen. En daar word ik ook heel blij van. Dat moeten we vaker doen. Zal ik straks beleven. Ja. Nou, ik ben IJsbrand, ik woon in Soesterberg in hetzelfde huis als u. Mijn passie is op het moment duurzaam bouwen, woningbouw dan, het uitvoeren ervan. Dat doe ik nu door onder andere vrijwilligerswerk bij Stichting Aardehuis Holst te doen. En daar wil ik in de toekomst mijn werk van maken als ZZP'er. Oké. Okay. Mijn naam is Erik. Ik kom uit Vianen, net onder Utrecht. En sinds kort een nieuwe passie, en dat is masseren. Hmm. Het doen, geven. Oké. Okay. Ik ben Mireille Zijn. Ik woon sinds ongeveer anderhalf jaar in Amersfoort. En als iemand vraagt wat is je passie, dan
schiet ik altijd een beetje in de stress van, dat weet ik niet zo goed. Ik vind heel veel dingen leuk, maar echt passie, ja, vind ik lastig. Ik loop graag hard, ik zwem graag, ik kijk heel graag film. Dus dat zou ik dan doen. Oké. Ja, passie vind ik altijd van beladen. Nou, er zit ook een lading in. Dus. Oké, dank jullie wel. Nou, we gaan vooral praten. Nou, we hebben nu al een eerste stap daarin gezet. Ik ga niet mijn visie geven op duurzaamheid en heel verhaal ophangen, zoals bijvoorbeeld Jan Botman ze net gedaan heeft. Maar de bedoeling is dat we eigenlijk vooral uitwisselen met elkaar van wat verstaan wij nou onder duurzaamheid. En wat zien we aan als behoeftes binnen de samenleving aan meer duurzaamheid? En hoe zie je jouw betrokkenheid daarbij? En nou ja, duurzaamheid is natuurlijk een heel breed begrip. Verstaan we van alles onder. Ik denk dat de meeste van jullie wel onderkennen dat er een bepaalde behoefte is aan verduurzaming binnen de samenleving. Als je alleen al kijkt naar ecologie, zeg maar broeikaseffect. Ik zag vorige week een film, Chasing Ice, ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Maar echt een aanrader. En er is een fotograaf die is bezig geweest om op verschillende plekken in de wereld te monitoren eigenlijk hoe de gletsjers smelten. Zeg maar. En heeft hij echt in onder barre omstandigheden allemaal camera's opgehangen en gedurende een aantal jaar gefotografeerd hoe langzaam maar zeker die gletsjers wegtrekken. Zeg maar. Maar ja, dat is echt een wake-up call, zeg maar, als je dat ziet gebeuren. Maar voor de rest heb je natuurlijk ook economisch, gezondheid, er zijn allerlei dimensies. Het raakt ook heel sterk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar daarvan zie je ook dat in praktijk dat hele verschillende uitleggen heeft. En de bedoeling hier is eigenlijk om, ik ga ervan uit dat jullie allemaal bepaalde ideeën hebben, een bepaald beeld hebben bij en bepaalde gevoelens hebben bij duurzaamheid, dat het je ook in meerdere of mindere mate raakt. En ik heb een bepaalde vorm gecreëerd om daarover in gesprek te gaan. Anders dan in een klassieke discussie, want dat is heel lineair eigenlijk en dan ben je continu op elkaar aan het reageren. En de bedoeling van deze vorm is om veel meer de verbinding te maken en eigenlijk samen een soort nieuw inzicht te vinden en ook je te verhouden, zeg maar, tot hoe anderen tegen duurzaamheid aankijken en hoe ze daarbij betrokken zijn en je daardoor laten inspireren en daardoor ook jouw eigen beeld aan te scherpen, zeg maar. De vorm die is gebaseerd op zes dimensies, een zesdimensiemodel wat ik gebruikt heb van Economy Transformers. En dat is een netwerk die dat 4 jaar geleden gestart is en die hebben onder andere gekeken naar duurzame initiatieven en wat voor dimensies eigenlijk daarin naar boven komen drijven. En die zes dimensies die gebruik ik. We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal vragen. En bij iedere vraag is de bedoeling dat je gaat kijken bij welke dimensie jouw antwoord het meest past, zeg maar. Dus wat daar het meest verband mee houdt. En dan vraag ik ook om die link te leggen, zeg maar. En die zes dimensies, in redelijk willekeurige volgorde, ik vraag je even vasthouden en even laten zien. En ik zal een paar vragen daarbij noemen om een beetje een beeld daarbij te krijgen. Die hoef je niet meteen allemaal te beantwoorden, maar dan heb je een beetje een gevoel erbij. Dus de dialoog, daar kan je denken aan vragen als welke beelden breng ik over, waar vandaan communiceer ik,
kracht of angst? Met wie wil ik het gesprek aangaan? Hoe verrijk ik de ander met mijn verhaal? Dan mag je hem ergens in de ruimte even neerleggen als je wil. Wil je even mijn assistent? Organiseren. Hoe organiseren we onszelf? Met wie? Wie doen er mee en met welk doel? Wie voert de regie? Hoe zijn de functies verdeeld? Hoe gaan we om met besluitvormingsprocessen? Deze, daar begint het eigenlijk mee. Ik ben. Wie ben je? Waar sta je voor? Wat is je passie? Nou, dat hebben we net al gedeeld. Vanuit welke intentie handel je? Past deze opgave bij jou en in je biografie? Eigendom. Wat heb je nodig aan eigendom als ondernemer of als mens? Hoe beheren we wat we hebben? Wat geef je door aan de volgende generatie en hoe? Heb je verstand van hetgeen je beheert? Waardebepaling. Welke waarde creëer je en voor wie? In hoeverre vervullen de geleverde prestaties de behoeften van de klanten? Wat is de tegenwaarde, beloning? En last but not least, de aarde. Wat zijn de echte vragen waarop wij een antwoord proberen te vinden? Wat betekent ons initiatief voor het milieu? Hoe kunnen we waarnemen wat er werkelijk gebeurt? Wat is het effect van mijn initiatief? Korte en langere termijn. Dan mogen ze iets verder uit elkaar. En dan is de eerste vraag. Wat versta je onder duurzaamheid? En is het voor iedereen duidelijk wat de bedoeling is? Dus jij, wat versta je onder duurzaamheid? En dan ga je kijken bij welke dimensie daar het sterkst bij was voor jou. Oké. Dus wat versta je onder duurzaamheid? Oké, nee, dat is prima. Daar ga je bij staan. Ja. Wij allemaal gewoon. Ja, bij dimensie die het meest... Wat was de vraag? Wat versta je onder duurzaamheid? Ja. Wat betekent dat voor jou? Ik sta ertussen. Kan ik kiezen. Ja, ja. Ik sta gewoon bij de positie. Ja, daar kom ik bij. Oké, wie wil er... het is de bedoeling dat je even in één zin aangeeft. Dus niet een heel verhaal, maar even heel kort. Wat is de kern voor wat jij onder duurzaamheid verstaat? Wie wil er beginnen? Nou, één kan niet zonder het ander. Dus het betreft alles eigenlijk. Dus ja, als je het hebt over het verbinden, hè, of het beste uit mensen halen. Heb je het ook, heeft dat weer gevolgen. En uiteindelijk kom je op alles uit. Oké. Verbindt weer. Next. Het onderzoek op aarde is, komt uit de aarde zelf. Wij zelf. Dus alles acteren in, op aarde in deze omgeving. Heeft dus invloed op de aarde zelf. Ja. Het is maar net wie je omgaat. Hoe stel je het? Minacht je jezelf. Daarom staat tussen aarde en waardebepaling. Want het heeft ook te maken met door voorbij jezelf geven. Oké. Dat is waar. Volgende. Nou, dat is voor mij eigenlijk ook zo, maar daar sta ik bij die loop. Omdat het begint bij, bij het uitwisselen met elkaar. Je kan, duurzaamheid kan wel beginnen bij jezelf, maar volgens mij wordt het pas duurzaam in de relatie.
Okay. Gewoon af in hoeverre, je kan duurzaamheid natuurlijk op heel veel manieren uitleggen. En ik vraag me af in hoeverre je duurzaamheid op al deze gebieden, dan ligt dus aan hoe je het wil vertalen, waar je bij zou gaan staan. En ik ben van mening dat alles zo veranderlijk is, dat wanneer is iets duurzaam, is dat als iets heel lang duurt, want dan ben ik niet voor duurzaamheid, maar als het gaat om de ecologische deel, dan heb ik daar, dus daarom sta ik in het midden, want het ligt maar helemaal aan hoe je het wil, waar het voor je over gaat. Okay. Voor mij is duurzaamheid heelheid. En heelheid is eigenlijk de balans van alles. En dat is de aarde, de waarde, de dialoog daarin, de relatie, je zijn. Vandaar dat ik de balans. Okay. Nu is voor mij het aspect organiseren belangrijk, want ik vind dat ik nu wat moet gaan doen en het nu moet gaan uitvoeren. Heel duurzaam. Ja, ik ben richting aarde gaan staan, maar ook eigenlijk voor iedere waardebepaling geldt een stuk duurzaamheid. En ik ben een eigendom, mijn huis zo ecologisch en waardevol proberen in te richten. En de aarde, dat is een belangrijke, de fossiele brandstoffen raken op. En ik hoop heel veel wind- en zonne-energie te mogen kunnen helpen waar te maken. Ja. Oké. Ja. Is dat weer aardig om hem te behouden of eigenlijk nog beter te restaureren? Nee. Ik sta ergens tussenin, want ik geloof dat de aarde ons niet nodig heeft. Wij zijn net als de plaag van de aarde. De aarde bestaat al 20 miljoen jaar. Dat als wij weg zijn, dan is het misschien een miljoen jaar lommel. Maar we moeten in dialoog, aangaan. Zorgen dat we hier kunnen blijven wonen. Ja. Het is natuurlijk een beetje te van de pot gelukt dat we naar Mars gaan of zo. Of whatever, omdat het hier vervuild is of dat er daar wat te halen is. Hoi. Ik sta ook bij Arie, zat ik te twijfelen tussen. ik vind wel dat je vanuit jezelf moet beginnen. Maar uiteindelijk ben ik toch hierheen gegaan. Omdat, eigenlijk de eerder genoemde redenen al. Oké. Okay. Ja. 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 Nou, ik sta bij waardebepaling. Omdat ik denk dat het heel belangrijk is dat je kijkt van wat vinden andere mensen belangrijk. Wat je zelf belangrijk vindt. Dat je daar in die behoefte kan zo goed mogelijk aan voorzien. Oké. Okay. Dankjewel. Nou, ik zou er zelf ook nog even, dan ga ik hier staan. Voor mij gaat het om, voor mij is een kernpunt bezieling en verbinding. Ik denk dat als wij meer vanuit bezieling leven, en eigenlijk ook meer contact maken met onze natuur, dan is het meer in harmonie, zeg maar, met de aarde en de natuur. En als we van daaruit ook de verbinding aangaan, dan hoop ik dat het allemaal duurzamer wordt. Oké, nou, mooi. De volgende vraag is, welke behoefte aan verduurzaming zie jij binnen de samenleving? Het raakt aan het voorgaande, maar het is echt iets concreter van wat zie jij als belangrijke, wenselijke veranderingen binnen de samenleving in het kader van duurzaamheid. En dan mag je weer bij een dimensie gaan staan. Dus welke behoefte aan verduurzaming zie je binnen de samenleving? Binnen de samenleving? Wat? Ja. En dan wil ik vragen om dat even één op één met iemand die bij je in de buurt staat, even te delen. Dan moet ik even kijken hoeveel mensen er zijn. Jij staat er tussenin.
Ik sta tussen. Ja, ik mag ook met z'n drieën. Ja, daar staan we nog met z'n drieën. Daar zijn we nog met z'n drieën. Een soort gelijkwaardig met elkaar horen, bestaan. En dat zal zich vertellen in de nieuwe organisatie. De oude organisaties en de lezers controleren en dat soort dingen. Die behoefte, dat is er niet. Dat slaat je plan uit van zijn. Dus niet die dialoog zal er zijn voor het Ik snap heel goed dat je. Ja, ik interpreteer dit plaatje wel zo uit. Echt vanuit de authenticiteit. Maar ik ben wel een beetje voor jou staat er nog een ego. Op dit moment. Ja, mensen zitten nog net ego. Ja? Oké, wie wil er wat delen over wat jullie net besproken hebben? Zijn er twee die lezen ik ben echt voor hunzelf. En ik lees hem als ego van de mensen zelf. Dus precies eigenlijk het tegenovergestelde. En dat is op zich wel mooi om dat hier binnen zo'n klein clubje al het verschil te horen. En hoe vertaalt zich dat zeg maar naar die behoefte aan verduurzaming? Nou, de ene zegt dus van ik, het moet bij mijzelf vandaan komen. En ik heb juist van, ja, mensen zeggen heel vaak ik wil, ik wil, ik wil, ik wil. En een nieuwe telefoon bijvoorbeeld, dat die net uit is en hartstikke hip is, maar die oude die belt ook nog gewoon. Maar is dat strijder? Of? Nee. Oké, nee, maar... Ik denk dat, waar wij het heel erg over hadden was over het zijn. Hè? Je neemt een eigen verantwoordelijkheid, responsibility, de ability to respond. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor dat aardestuk, voor mede-eigenaarschap van de aarde, zeg maar. Mm-hmm. En dat begint allemaal bij jouw essentie, bij jou, vanuit welke kern jij de bezieling met authenticiteit of mm-hmm. je kern, je essentie. En heel mooi dat hij zegt van, nou, maar we moeten dat dus juist allemaal samen doen. Ja, dus dat was. Oké, mooi. Andere groepje? Ja, nou, wij kwamen eigenlijk wel, we zaten wel op gelijke lijn. Ja. Zo van, als ik voor mezelf spreek van, de dialoog is nodig, een soort van, de behoefte is er heel erg om een dialoog te hebben, gelijkwaardigheid, elkaar uit te dagen, elkaar te inspireren, die behoefte zien we heel erg. Maar dat betekent ook dat er ergens het georganiseerd moet worden. Hè? Dus dat betekent voor bestaande organisaties anders organiseren. Daar zie ik de behoefte. Ja, kan ik weer voor de samenleving dan. Dat, volgens mij is de hoe-vraag heel belangrijk. Dan komt het aan om te organiseren. Maar dialoog is maar ook weer een onderdeel van het organiseren, maar ook het zijn. Weet je, eigenlijk, ja, alles hangt wel samen. Mm-hmm. Ja, daar liggen ze er ook. Ja. Het gaat uiteindelijk natuurlijk om speerpunten, accenten. Maar draait elkaar allemaal eens. Ja, jullie? Ja, ik heb de indruk dat de behoefte die ik om mij heen ervaar, en ook gewoon met de buren, dat het de behoefte is aan dialoog inderdaad, van wat doen we wel, wat doen we niet, is het wel nodig? En dan heb ik het dan ook bijvoorbeeld over simpele dingen dicht bij huis, scheiden huisvuilen overhalen en dat soort dingen. En inderdaad, jij zei dat al, weer die nieuwe telefoon, is dat wel nodig? En dat soort dingen, we kunnen niet gewoon heel zuinig zijn op wat we hebben. En ja, er zijn ook mensen die er anders over denken, die zeggen, ja, dit is wel misschien zuiniger. Nou, er zijn zo ontzettend veel argumenten.
En dat moet nog heel erg besproken worden, want de kennis is nog niet heel algemeen. Oké. Okay. Ja. Mooi. Nou ja, dat over de en aarde, waar ik eigenlijk ook nog over de waarde bepaling van zag het geld niet meer zin als het geld weg was. Het is vlakbij een economisch systeem waar we 50% per jaar moeten groeien, omdat het anders niet goed komt, dan gaat het fout. Hmm. Dus er moet een andere waardebepaling komen over waar je voor werkt en wat geld waard is. Want we hebben nu al een bedrijf om iedere keer meer te willen hebben. Hmm. Dat gaat ergens een keer ten koste van. Oké. We hadden ook de eigendom aan de ene kant dat je duurzamer om kan gaan met je eigendom, dus wat je koopt langer mee doen. En aan de andere kant zie je heel duidelijk nu al initiatieven rond het delen van je eigendom. En ik denk dat als je alles deelt, dat er eigenlijk genoeg is op aarde om voor overvloed, als we alles zouden delen. Geen eigendom zijn. Oké, dankjewel. Dank jullie wel allemaal. Vanwege de tijd ga ik eigenlijk de derde en de vierde vraag combineren. De derde vraag is, hoe zie je jouw betrokkenheid met die verduurzaming? En dat kan dus zijn dat je dus heel concreet in wat je onderneemt bezig bent, bewust bezig bent met een stuk verduurzaming. Het andere uiterste is dat je er alleen maar druk om maakt en dat je het wel belangrijk vindt, maar niet direct zelf actief erin bezig bent. En de vierde vraag was, welke concrete oplossingen zie je? Dus echt zaken met een kop en een staart en dus te realiseren veranderingen binnen de samenleving. Dit zijn twee vragen, dus het kan zijn dat je op hele verschillende plekken geneigd bent te staan. Maar probeer het te kijken of je het kunt combineren. Ik is dat duidelijk? Ja, het is twister. Het heeft de kleurtjes al. Ja, dat gaat snel. Dat is positief. Dat is positief. Dat is positief. Oké, dan moet ik even kijken wat een goede manier is. Ik denk dat het aardig is om het even snel te delen. En daarna te kijken van zijn er een paar thema's die boven komen drijven waar we iets meer de diepte in kunnen gaan. En in een klein groepje nog even daarover kunnen sparren. Dus eerst de vraag van wie wil er graag delen van wat hij ziet. En zichzelf bij betrokken ziet. Nou ja, ik. Oh. Ik heb me toegespitst op vrouw Vierhuizen, want ik ben, ik ben bezig om mijn levensmiddelen zo dicht mogelijk bij huis te halen, zodat ze niet vanuit Zuid-Amerika eerst hier naartoe gevlogen moeten worden voordat wij ze gaan consumeren. En okay. Ook door of lokale boeren of zelf kweken. Mooi. Jouw eigen verantwoordelijkheid nemen voor het stuk wat je aan hebt, man. Ik vind het onzin dat wij speciale bessen moeten eten, ja. Die uit Zuid-Amerika komen, tegen een zeer hoge prijs. Want ja, ik denk op hoog vlieguren. Zo'n boertje die ze kweekt, die krijgt er een dubbeltje voor. Ja. Als hij dat al krijgt, terwijl we het ook met onze eigen groentes kunnen doen. Als je teruggaat naar de basic, en ziet wat de mensen vroeger hadden, die aten alleen maar de levensmiddelen die op dat moment groeien. In de winter heb je een mooie boerenkool. Die is lekker, dus de vorst er een keer overheen is geweest. En dan hoeft hij niet ergens anders vandaan te komen. Oké. Dus vandaar. Dankjewel.
Bij mij gaat het over waardebepaling, maar dan, dat is nog wel een breed begrip, vind ik. Het is echt voor mij meer van, het kan allemaal wel wat minder. En dat doe ik zelf door bijvoorbeeld in mijn dienstverlening met waardering achteraf te werken. Geen prijs te vragen, maar gewoon te vragen wat vond je waard. En ja, soms heb je heel veel pech. Is het dat waard? Ja. En dan hoor ik even wat meer mazzel. En nou ja, ik probeer dat ook door te geven aan mijn kinderen. Van, je hoeft niet van alles het meest. Je hoeft niet het duurste. Het kan allemaal wel wat minder. Ik stel verbouwingen ook uit inmiddels thuis. Maar dan denk je, het hoeft toch helemaal niet. Het kan allemaal best wel wachten. En ik kom erachter dat je dus nieuwe waarde vindt in hele kleine dingen. En dat is voor mij bestendiger en duurzamer dan consumeren. Zo klein. Wat zeg je? Zo klein. Nou, ik kan bellen. Ja, dat is waarschijnlijk een heel oud toestel. Ja. Ja, ik herken het al bijna niet veel zo, dat zie je nooit meer. Ik heb gekozen voor ik ben, omdat ik denk dat duurzaamheid ook bij jezelf begint. Dus ik had dus een oplossing bedenken voor de, je doet allemaal aan het zijn, maar misschien kan je door gewoon eens te zijn ook, hè. Toch iets uitstralen wat dan weer impact heeft op de rest van ook de aarde. Dus ook een persoonlijke ontwikkeling, dat soort dingen. Dus, door te zijn. Oké. Volgende? Ja, ik heb gekozen voor dialoog, omdat ik twijfel tussen ik ben en dialoog. Ik ben eigenaar van de groep Kies voor Liefde. En voor mij is dat een hele duurzame bijdrage, omdat we met elkaar in dialoog zijn over wat is nou Kies voor Liefde, wat houdt ons tegen en wat hebben we nodig om er wel voor te kiezen. En ik kreeg vanmorgen weer een berichtje van iemand waar ik echt weer tranen van in mijn ogen kreeg van goh, de veiligheid die ik hier voel om te delen wat ik voel, ondanks dat de groep 3600 leden heeft, is voor mij heel helend. Er gebeuren voor mij ook dingen, echt dingen dat de relaties weer hersteld worden met mensen. De uitwisseling, de stappen die mensen maken, de kwartjes die er vallen, dat is voor mij een hele duurzame ontwikkeling om vanuit, meer vanuit je hart te leven en om te gaan met elkaar. En volgens mij als we dat doen, wordt vanzelf de rest van de wereld ook een stuk duurder. Ja. Ik sta toch weer bij ik ben, omdat je het toch bij jezelf begint, denk ik. En je kan gewoon je eigen verantwoordelijkheid nemen in je eigen omgeving. En voor mij is dat ik dus ben gaan samenwonen met meerdere mensen in één huis. En daar zijn we bezig echt met het ecologische aspect. En daarnaast houd ik me ook bezig met Operation Education. Want ik denk dat die bezig is met de transitie van status en presteren en naar waarde en talent. En ik denk als die transitie gewoon versneld wordt, waar Jan Rotmaster straks ook over sprak, dat sowieso de wereld verduurzaamt. Omdat het veel minder gaat om, weet je, dat geld en hebben en consumeren. En veel meer gaat om, ja, wie ben ik, wat kan ik en wat kan ik brengen. En in samenwerking met elkaar. Dus ja, dat is mijn bijdrage. Ja, ik ben ook een aantal verduurzamingen in ons huis aan het doorvoeren en organiseren. Dus. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben bij Ik Ben en organiseren gaan staan. Ik ben omdat ik vind dat het begint bij eigen verantwoordelijkheid, verduurzamen. En dat probeer ik ook vanuit de kennis die ik heb opgebouwd door de jaren heen uit te dragen in een soort van dienstverlening door met organisaties te gaan bemoeien. Dus eigenlijk gelijkheid daar creëren. En het werknemerschap meer ondernemerschap te maken. Dus daarna een pad heen te banen. En bij Ik Ben vind ik gewoon ook heel erg kritisch naar mezelf kijken. Hè? Wat wil ik nou zelf? En dat zijn inderdaad wat je veel hoort, de passies en de dromen. En daarmee bezig gaan om die energie zeg maar weer op te wekken. Ik vind ook, de associatie maak ik heel vaak met wat men zegt over het tekort aan grondstoffen of grondstoffen verspillen. Dan maak ik vaak de vertaling naar, er wordt veel ervaring verspild. Ja. Ervaring verwaarloosd. Daar kunnen we ook veel duurzamer in zetten. Mooi. Nog anderen?
Nou, zoals de introductie een beetje aangaf, ik noem mezelf letterlijk meerwaarde maken. Dus ik ga het heel erg over je eigen verantwoordelijkheid nemen, vanuit je zijn, zoals jij zegt, zoals jij zegt. Maar de vorm die ik daarin heb gekozen, om dat uiteindelijk naar buiten te brengen, en dat gedachtegoed naar buiten te brengen, dat is meerwaardemakerschap. Dus bedrijven, organisaties vooral, daar zie ik vooral mijn speerpunt, dat ik uit die wereld kom, helpen om dat, die stap met dat nieuwe paradigma te maken. En dat gaat heel erg over herijken, over waarden creëren, waardecreatie. Bedrijven helpen om de waarden, zoals we ook hebben gezien, hè, van meer naar meerwaarde. Dus van geld naar waarde. Dat is eigenlijk waar de vorm die ik heb gekozen, om uiteindelijk dat gedachte van neer te kunnen zetten. Mooi. Nou, zou ik nog mijn eigen... Ja. Dat sluit wel een beetje aan op wat jij zegt, van ik zie binnen organisatie en wat ik net ook hoorde, van ik zie eigenlijk een verspilling van talent, energie, ook potentie, zeg maar, in de samenwerking binnen veel organisaties, omdat er afstand is, emotioneel ook afstand. Dus, en vaak een gebrek aan bezieling, mensen gaan draaien op de automatische piloot. En dat hangt allemaal met elkaar samen. Het is eigenlijk in de comfortzone blijven hangen. En ja, naar mijn idee is door dat te doorbreken en eigenlijk meer die verbinding aan te gaan en echt te gaan kijken van ja, wat drijft mij nou echt? En dat te verbinden met organisatiedoel. En dan inderdaad ook natuurlijk kritisch kijken of die organisatiedoelen wel duurzaam zijn. Ja, daarin denk ik dat er een enorme boost is te geven aan productiviteit en plezier en levenskracht, vitaliteit binnen organisaties. En in wezen is, zeg maar, zo'n proces, ja, is daar ook onderdeel van. En dus uiteindelijk dat gesprek aangaan en ook meer vanuit jezelf, vanuit je eigen kracht, die verbinding aan te gaan. Dus ja, nou ja, we zijn door de tijd heen. Ik wil nog één afsluitend rondje maken, dus als we weer even, nou ja, we staan al zo goed als in een kring. graag wil ik van iedereen even horen wat er is blijven hangen of wat er is boven komen drijven door deze exercitie. Van een korte afsluitende statement en dat mag in pop-up stijl. Dus. Je hebt het zelf in je hand. Oké. Okay. Ik mag best wat meer aan duurzaamheid doen. Mooi. Ik vond hem interessant en ik wil je bedanken voor deze sessie. Graag gedaan. Dit waren heel veel invalshoeken. Ik heb eigenlijk nooit gerealiseerd dat er zoveel invalshoeken voor duurzaamheid zijn. Het gaat wel veel meer dan zuinig zijn. Een paar openen. Ja, de variatie spreekt me inderdaad aan wat jij ook zegt. Hè? Er zijn veel invalshoeken om met duurzaamheid bezig te zijn. Het is een soort van next level. Wat is het? Ja, ik vind het ook leuk om te horen van de verschillende verhalen en zien dat iedereen naar zijn eigen bijdrage in kon leveren op zijn manier, wat hem ligt. Dus voor iedereen is er een manier om duurzaam te leven. Het blijft mij eigenlijk wel verbazen dat alles wat iedereen vertelt, valt bij mij ook onder duurzaam. Dus eigenlijk denkt iedereen toch wel een beetje hetzelfde als ik. Ja, dat was de antwoord. Het zal maar lang duren voor jou. Nou, ik vind het mooi om te zien dat duurzaamheid dus niet alleen maar over de fossiele grondstoffen gaat, maar dat het over veel meer gaat, want je hier eigenlijk ook meer hoorde mensen. Ja, en dat het blijkbaar dus mensen verbindt, hè? Dat je een groep mensen, individuele mensen bij elkaar zet, en als je dan praat op dit, op zeg maar op het zijnsniveau, op het zielsniveau, dan blijkt dat het verbindt.
dat mensen eigenlijk vanuit dezelfde waarde uiteindelijk leven. Iedereen kiest dat eigenlijk een andere vorm om dat te uiten. Maar de universele waarheid, de universele bezieling, die blijf ik altijd heel bijzonder vinden. Mm. Mooi, de intro op de agenda sprak mij anders aan als dat het werkelijk is geworden. Maak het er geen spijt van. Het stond erop. Ja, dan wil ik nog wel horen wat je interpretatie is. Nou ja, laat. Oh ja, ja, ja. Sorry. Ja, ik vond het een erg leuke workshop, waar ook iedereen dankbaar voor zijn input, veel van geleerd. Dat zijn eigenlijk van een leuke leerzaam. Oké, dankjewel. Nou ja, ik vond het heel leuk om te doen en ja, toch altijd een bepaalde dynamiek en ook de reacties aan het eind vind ik heel positief. Ja, dank jullie wel allemaal.